mijn naam is Peter, dit is Motortest TV en welkom bij een nieuwe video. En het is de eerste video van 2022, dus allereerst natuurlijk iedereen een ontzettend gelukkig nieuwjaar gewenst. Een hoop veilige kilometers op de motor en daarnaast alle gezondheid. En dat is toch uiteindelijk het belangrijkste, want zonder die gezondheid wordt het ook weinig motorrijden. In deze video wil ik jullie vertellen wat mijn plannen zijn voor 2024. Onder andere mijn reisplannen en je zou eventueel met me mee kunnen. De komende tijd zullen jullie mij een hoop video's zien maken, zoals gebruikelijk in deze tijd van het jaar, in de showrooms. Bij onder andere Startwin motoren, bij Premium motoren en bij Lowlands Biker Stores. Dus dat betekent Ducati's, Royal Enfield motoren, Honda motoren, Kawasaki motoren, Aprilia motoren, Indian motoren. En ik hoop natuurlijk ook al die mooie motoren in de loop van het seizoen allemaal te mogen gaan testen. Heb jij nou een vraag van over een van die merken of een specifiek model van een van die merken waarvan je zegt van hey Peter, ik zou het leuk vinden als je die gaat testen. Dan ga ik proberen of ik in ieder geval dat voor elkaar kan krijgen en een van die motoren kan testen. En jullie antwoord kan geven op de vraag die je me stelt. Dus zet dat in de comments onder deze video. Het zal voor jullie ook geen verrassing zijn dat ik natuurlijk op de motorbeurs ben dit jaar. Altijd hartstikke gezellig, een hoop te doen, altijd mooie verhalen te vinden. En in 2024 op vele verzoek zijn in ieder geval alle merken weer aanwezig. Dus ik denk dat er een hoop te zien is en ik ben er in ieder geval sowieso bij. Ik probeer natuurlijk ook altijd graag nieuwe dingen en zo ook met mijn reis voor dit jaar. Ik ben nu al 2 jaar achter elkaar solo op reis gegaan, hè? 2 jaar geleden richting Oostenrijk, vorig jaar Frankrijk. Vond ik helemaal geweldig en dat ga ik ook zeker blijven doen. Maar ik heb toch het idee dat er meer is, dus ik wil toch ook eens wat andere dingen proberen. En mijn interesse is gewekt om allroad te gaan rijden in Italië. Nou, en concreet betekent dat ik in april 5 tot 6 dagen ga motorrijden in Italië. Ik ga meerijden met Robert Kreuze van On Tour Italië. En dat is grotendeels onverhard op een prachtig mooi geprepareerde Yamaha Tenere. Robert is een zeer gepassioneerd en ervaren motorrijder. En hij kent dat deel van Italië op zijn duimpje. Ik kan me dan ook geen betere begeleiding wensen. En de eerste dag zal min of meer in het teken staan van een training waarbij Robert een beetje gaat aftasten of ik het een beetje kan. Wat kneepjes van het offroad rijden bijbrengen. En ik kan het een beetje, maar Robert kan het inschatten hoe mijn niveau is. Me vast wat kennis gaan laten maken met het terrein al daar. En dat is dan de eerste opmaak naar het echte avontuur. Nou ja, en volgens Robert is uiteindelijk wat hij aanbiedt voor iedereen te doen. Dus moet het mij zeker ook gaan lukken. Nou, en de omgeving is daar geweldig mooi. Het eten is er lekker. Dus ik ga heel graag het avontuur met hem aan. En nou komt het, wie gaat er mee? Het is mogelijk voor een aantal van jullie om in de periode, dan moet ik even spieken, 13 tot en met 19 april 2024 mee te gaan. Dus heb jij zin om mee te gaan? Heb je de ballen om allroad te gaan rijden? En lijkt het je helemaal te gek om samen met mij en mijn camera op pad te gaan? Dan moet je zeker even gaan kijken op de website van On Tour Italië. Je kan je dan dus inschrijven en ik lees dit even op, anders maak ik foutje. Dan kun je dan inschrijven bij On Tour Italië voor de week van 13 tot en met 19 april. Boek het 4-daagse arrangement, inclusief de overnachtingen, eten, drinken en de huur van de motor. En je krijgt uiteindelijk, en dat is het leuke, een 5e dag met alles erop en eraan als Motortest TV bonus cadeau.
Nou, en wil je nou weten wat dit allemaal kost? Kijk dan even op de website www.ontouritalia.nl of neem anders even contact op met Robert. Dan kan hij jou haarfijn uitleggen hoe het precies zit. Ik ben in elk geval ontzettend benieuwd en het lijkt me ontzettend gaaf om daar te gaan rijden. Ga maar kijken op zijn website. Daar zie je al wat video's en wat foto's van de omgeving. Dus ik kan niet wachten om dat avontuur ook dit jaar weer aan te gaan. Ik kan ook net zo goed niet wachten om alle leuke motoren weer te gaan testen dit jaar. Ik wil jullie ook zeker bedanken voor het aanschaffen van de merchandise. Dat helpt Motortest TV om het kanaal te laten groeien. Er zijn nog een aantal goodiebags beschikbaar. Dus de vizierreiniger van Handig Schoonmaken. De sleutelhanger van DS-covers. De oordopjes van brandbedrijfskleding en natuurlijk een paar leuke stickers van Motortest TV. Ik ben geen bol.com, dus het is niet vandaag besteld, morgen in huis. Maar met een aantal weken gaat het zeker lukken. Nou ja, dit was de video voor vandaag. Eventjes hier zo vanaf de keukentafel. De volgende video zal weer lekker ergens in de showroom zijn. Ik hoop dat je een leuke video vond. Zo ja, zet dan je duimpjes onder de video. Wil je op de hoogte blijven, abonneer je op mijn kanaal. En wil je de melding krijgen van YouTube, klik dan ook nog even op het belletje. Ben je geïnteresseerd in de leuke merchandise, kijk dan op www.motortesttv.nl. Dit was in ieder geval de video voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Heel veel plezier in 2024. En tot de volgende video.